Wedstrijden tussen DVO en top zijn over het algemeen heel spannend. Althans, de wedstrijden in Bennekom. In de laatste 2 jaar hield de thuisploeg, DVO dus, er 3 punten aan over. In Sassenheim is het vaak helemaal niet zo spannend. Eerder dit seizoen met het 32-17. De beginfase is voor top. En via Koen van Roekel komt DVO weer gelijk. 5-5 is het dan. En het begin is heel aardig. Hoog baltempo, veel doelpunten. Deze is ook aardig van Chris van Haren. Het is dan 6-5. We weten dat top nog altijd de lijstaanvoerder is. 19 punten uit 11 wedstrijden. Mede dankzij deze dame natuurlijk, rug nummer 6. Celeste Split maakt er ook 6-6 van. En DVO heeft onder hen Detel Snel en ook KCC. En top verdedigt DVO heel strak. We weten dat ze een hoog percentage kunnen halen en daarom leggen ze heel veel druk op de aangeefpositie. Vaak met succes, soms ook niet. We zien hier bijvoorbeeld hoe strak de mensen verdedigd worden. Daarom maar de diagonaal bij Meerkerk op Babadi. Die gaat dan over de lijn. Niettemin heeft DVO het voortouw. De ploeg waar Verberk en Van Vloten onlangs verlengden, zij dus ook volgend jaar nog de trainers van DVO. Zij staan daar met 10-9 voor. Onderschepping bij Boadi, bon naar de andere kant. Rebound is bij De Wit en het is Van Schie die de ploeg op 2 verschil brengt. 11-9. Janine Van Schie, basisspeelster al een aantal seizoenen bij DVO. Daar op snelheid de lang, Celeste Split knap afgerond ook. Het is weer de gelijkmaker, 12-12. En sowieso zijn er dan veel mooie doelpunten aan de kant van top te zien. Kijk deze maar, op snelheid gaat hij er langs. Nick Picard heeft heel weinig ruimte nodig. En met de rechterhand frummelt hij hem erin. De lach op het gezicht bij Paul Arnolds. Schitterend doelpunt van Nick Picard, 13-13. Het is een fysiek duel. Bij de ploegen zijn niet van plan om elkaar ruimte te geven. Stan de Groot, de jonge scheidsrechter, heeft het allemaal prima op orde. De vrije bal van Gert-Jan Meerkerk, 14-13. Dan staat het inmiddels 15-15, de laatste minuut te gaan. Als dit de 15-16 is, DVO misschien wel iets te vroeg met het hoofd bij de rust. Mick Snel dus, de 15-16. Bal gaat dan over de lijn en is nog heel weinig speeltijd om misschien nog wel 2 verschil te maken. Dan is het ook 2 verschil. Het zijn de kanonnen van Sassenheim die het doen. Split en Snel. Ruststand dus 15-17. Wat is het antwoord dan van DVO? Nou, dat laat even op zich wachten omdat top in de aanval is. Helemaal vrij daar. Barbara Brouwer, te veel ruimte en dan is ze zuiver. 15-18. Neemt top dan definitief afstand? Het antwoord volgt snel. Heerlijke paas daar van Meerkerk op Koen van Roekel. DVO komt terug. 18-19. Verschil dan nog maar 1. En DVO weer in de aanval bij diezelfde stand. Goeie actie bij Meerkerk. Van Roekel helemaal vrij, valt niet. Maar de rebound is bij Boadi. Zelfde plekje, identieke situatie en daar heeft hij pech. Zo wordt het dus geen gelijkmaker. Geen 19-19, bal naar de andere kant. Met Jet Hendricks, vrijgelaten. Rebound, uiteindelijk via Picard. En daar valt hij dan wel, 18-20. De kansen waren voor DVO. Het doelpunt voor top. Het wordt wat fysieker. De druk neemt toe, ook op de jonge scheidsrechter Stan de Groot. Maar die blijft ijzig kalm. En het is wel eens anders geweest in voorgaande wedstrijden tussen DVO en top. Wedstrijden ook waarin nog wel eens een kaartje werd getrokken. Daar weet Ben Krum alles van. Ondertussen blijft DVO in balbezit. Meerkerk. Oeh, dan heeft hij pech hoor. Top dan weer in de aanval. Het verschil is 3. 19-22. Is een hele goede rebound bij Nick Picard. Torent boven alles en iedereen uit. Vooral boven Robert de Wit en Barbara Brouwer is daar degene die van profiteert. 19-23. Timeout dan aangevraagd door Van Vloten. Timeout dus van DVO. Maar het helpt weinig. DVO dan al 10 minuten niet gescoord als Split er heel handig 19-24 van maakt. Wordt er gewisseld. Komt Jeugd International Scherburg erin. Schot bij Van Haren. Daar overtreding gemaakt tegen diezelfde Scherrenburg. Krijgt dan direct een strafwoord mee. Zo komt DVO weer een klein beetje terug via Chris Van Haren. En dat is al vaker gebeurd.
dat DVO keer op keer strijdlust toont. Is natuurlijk niet de beste ploeg uit de Korfbal League, maar ze willen zich niet laten verslaan op karakter. En Van Vloten vindt het wel mooi dat ze tegen de landskampioen ook weer prima partij geven. Alleen ja, zij hebben gewoon wat betere spelers. Jet Hendricks onder andere. Zij maakt dan de beslissing 23-27. Eindstand wordt 27-30.